onzekerheid en angst, dat hou je niet lang vol. We hebben dus net onze praktijk verbouwd, dus het is een beetje een ongunstig moment. Als ik het had geweten dat corona zou komen, had ik het niet gedaan. Dus er zijn eigenlijk geen reserves. De loonkosten zijn hoog. 80% van de tandartsrekening bestaat bijna uit kosten, die grotendeels doorlopen. Dus ja, als dit 4, 6 weken, 8 weken max, langer lukt niet. Vanaf 15 maart zien de tandartsen alleen nog patiënten met acute tandproblemen. Ondanks de beschermingsmiddelen die tandartsen gebruiken, besloot de branche dicht te gaan om ervoor te zorgen dat mensen niet de deur uitgaan voor een tandartsafspraak. We zijn echt teruggeschaald om de maatschappij te helpen, om onze verantwoordelijkheid te nemen. In overleg met de overheid? In overleg met de overheid, die dat ook een goed idee vond. Maar daarmee vallen ook de inkomsten weg. Waar andere bedrijven financieel worden geholpen door de overheid, is dat voor tandartsen niet het geval. Dan krijgen we de melding, nee, je bent hier niet welkom, je moet naar de zorgverzekeraar. En dan gaan we naar de zorgverzekeraar en die zegt, nee, u valt niet onder ons, u moet naar het loket van economische zaken. En zo worden ze al weken van het kastje naar de muur gestuurd. 275 tandartspraktijken staan al op omvallen en dat kan tot grote problemen leiden. Er is een soort stuwmeer van behandelingen ontstaan. En als we weer kunnen werken, dan moeten we dus naast de gewone behandelingen ook dat stuwmeer oplossen. Nou, dat is sowieso al moeilijk, want er is een tandartstekort. Maar als er ook nog eens een keer 275 praktijken omgevallen zijn, ja, je moet rekenen, die bedienen wel 1 miljoen mensen. Die zorg wil ik blijven leveren, alleen dat hou je niet lang vol.